Zo jongens! Welkom bij weer een nieuwe sessie van de EFIS team. Yes. We gaan gebroedelijk op pad. Dat mag niet. Okay. Corona. En camera's zijn mee. We hebben één dag gevoerd. We hebben een weeromslag. De wind gaat vol gas. Ja, en rugdruk is goed. Op een paaistek. Dus we hopen dat de vis eigenlijk gewoon vol gaat vreten. Ik denk dat het helemaal goed komt. En op het kanaal dus gaan we knallen. Let's go. Woe. Nou jongens, zoals we al zeiden, we hebben één dagje gevoerd met het Squid Grill van Nash. En ja, we hebben eigenlijk geen idee, maar ze bijna op elke stekker bij ons in de buurt hebben ze gepaaid. Dus we verwachten hier ook, hier achter ons hier een natuurgebiedje. Het is ook altijd een goede stek voor carps waar ze aan het paaien zijn. Dus wij hopen een beetje dat ze nu met de weersomslag, met de harde wind, het paaigebied uittrekken om weer te gaan eten. En als dat ze zo zijn, dan zitten we als gebakken. Want we kregen een oude opening van het natuurgebied aan beide kanten. Allebei de kanten twee handjes. En dan zou het toch zeker wel moeten lukken, denk ik. Dus het vertrouwen is goed. Het weer is goed. En ja, kan het eigenlijk misgaan, Chit? Nee. Het kan niet misgaan, jongens. Ja, behalve. Lekker kooitje! Idioot. Ja, even genieten, dames en heren. Anders als ik aan het filmen, hè? Ja, prachtig. Maar Kees. Ja, deze coronatijden, hè. We zien er geen vrouwen, kunnen niet meer uitgaan. De testosteron is... Ja, sky high. Zit alleen maar in onze eigen rugbunker. Hey jongens, we gaan even stomen. Ik heb nog een paar onlijns geknoopt met krimpkous. En we hebben hier kreeftkous op de boeien zitten. Het is het kanaal hier en het is gewoon met de week eigenlijk een grotere plaag aan het worden. Ja, hoe warmer het wordt, hoe actiever die kreeften zijn. Dat is één groot raam. En een maten van mij die hebben er ook echt gewoon weer zonder aas wakker worden. En dat wil je gewoon niet. Nee, dus dat gaan we voorkomen. Want zonder aas... Ben je de Sjaak? Nee, ben je de haas? Ben je de haas? Wijze tip, ik blijf het zeggen, altijd je snowman even checken voordat je hem in het water hebt. En zoals je ziet, hij zweeft perfect boven de bodem. Ja, dat ziet er mooi uit. En die karp hoeft maar zo'n beetje te ruiken en hij zit aan zijn onderrib. Zo scherp zijn de haken. En dan krijg je gewoon een volle fretten. Hoe moet hij? Maar jongens, ik zal even tegelijkertijd uitleggen waarmee je gaat vissen. Als je toch bezig bent. Ja, joh, doe dat eens. Een wortelrood systeem. Onderheidje van een centimeter of 16, 17. Soepel deze keer, want we gaan voor het kantje uitleggen. Dus ja, je kan met een stijve onderheid vissen, maar dat is niet echt nodig. En dan een Feng X maatje 5 met een Squid krilbootje waar we mee gevoerd hebben. Doen we een klein topbroodje op straks. En dan ligt hij mooi gecamoufleerd over de bodem. En dan moet het wel goed komen. Kan niet anders. Zo jongens, ik heb even lekker weer perfecte onderrijdjes helemaal geordend in mijn richtproxy. Dus die kennen we dicht. Kunnen we nu weer even een sessie of drie tegenaan. Ik vind dat zoveel rot om al die onderrijden te knopen. Maar ik ben nu weer even een tijdje voorbereid. Hey, run. Hey.
weken staan. Een hele goede nacht. Ik zie een vis. Dat heb je goed gezien. Welkom bij de officiële kanaal vissenwedstrijd. En die hebben we vandaag gewonnen. Les van het jaar voor je zeker. Nee, kanaal. Ben je gek of zo? Nou, mooie visie hoor. Ik ga even het haakertje bij halen. En dan ga ik hem laten zien. Oeh. Ah, zo dames en heren, daar is hij dan. Zoals je ziet, echt een typische kanaalschub. Lang, zit geen gewicht aan. Maar wel een heerlijke sport, heerlijke drill. En puntje gaaf. Dus dat vind ik ook gewoon puntje gaaf. Toch, die squid kill hoor. Ja, voorgevoerd. Eerlijk. Dagje. Hij liep toch af. Laat de andere kant even zien. Nee, joh, dat vind ik wel best. Nee, dan niet. Jongens, hij kan terug. Tjuiven. Ja, ik dacht, hij gaat mij een bedje geven. Papa. Nee, dat is wel een idee. Nee. Hey, oprotten. Nee. Hup, zwem jij. Ah, tjuiven. Tjuiven de baken. Man, wat pijn, hè. Mooi dus. Oh, je opa maar. Lekker weg. Over twee keer. Eerst je kleine broertje. Broertje. Hoi. Jij maar een kleine broertje. Ja. Dus dat kan niet. Ja, het is bizar, weet. Jongens, ik snap hier echt helemaal niks van. We kregen een paar vals piepen en we zagen al het drijfveld door de rij lopen. En maar hij zit er nog niet. Chit Stek was daar bij dat bosje. En ik opeens zeg ik, Chit, ik hoor je sip lopen. Hoe ken je nou? En die Engels staat helemaal komst, zit hij daar zo, zonder een run. Ja, maar hij gaf wel een paar piepen. Hij gaf een paar hij zit er nog niet heel lang aan, denk ik. Maar lekker gevecht hier, joh. Lekker, kijk dan. Heerlijk. Gaat wel. Lekker stek. Elke keer op mijn oude molens te vissen, hè? Dat is echt al ja. 4 sessies achter elkaar. Dat is gewoon standaard. Fijn dat je een nieuwe erbij bestelt. Ah ja, heb ik gedaan. Dan. Hij komt binnenkort binnen. Maar ja, ik ben op zich wel blij, want ik had onze eigen brenk. En we zouden run doen, dus de derde vis van deze hengel. Ja. Geloof het of niet? Vannacht heb ik ook nog één verspeeld. Maar de andere voerstekken hengels die zijn allebei stilgebleven, dus dat is ook wel gek. Ja, vannacht zit er dus nog een run, echt een kwartiertje nadat hij de eerste had. Dus keken we op een groep overtrekkende vis. En echt best wel pauw hoor. Ja, het was sowieso wel dezelfde groep. Maar ja, die schoot los, vasthouden. Helaas. Het zou niet mooi zijn als het ook met deze gebeurt. Hij heeft wel een mooie donkere kleur voor mijn gevoel. Voor mijn gevoel. Ja, het kan best dat er nog een beetje een buikje op zit. Hoop het voor je. Ik ga even door het takken en zo. Ik ga even het schep net maar haken. Goedemorgen! Hoe maakt u het? Jazeker! Woehoe. Hij is echt wel 10 kilo denk ik hoor. Hij is best wel breed. Ah ja, brand ik. En hij is nog dikker. Hij is wel lekker dik. Hey jongens, mooi in het onderrippie, squid grill. Schrijf weer hakkie en dan zijn we los. Zodat geen schade aan de vis heeft opgeleverd. Hij stelt zo weer. Zal ik hem even van jullie tonen? Doe jij dat eens wat? Yo. Ja jongens, toch 10,7 kilo. Helemaal van het kuit. Normaal is het vis die 5 kilo denk ik, 5 tot 7. Nou, dus goede timing 8, dit. 8 kilo, maar nu is echt heel ziek. Check, dit is even dan. Hij is toch gewoon 10,7 kilo. Ik had van tevoren niet verwacht, maar er zit een pens op. Niet normaal joh. Hij zit echt, het is een vrouwtje, hij is helemaal klaar voor de paaitijd. Zo'n vestje weegt misschien normaal 7 à 8 kilo, misschien niet eens. En ja, fantastisch. Punt gaf Becky, gaf een mooi gevecht in het heldere water. Ja, en op mijn hengel hè. En op Chit's hengel. En op een squid krilbogie met een beetje kreeftkous. Dan heb je altijd veel last van kreeften die je boys afsnoepen. Dus één dagje voorgevoerd. Grammetje op 600 verdeeld over 4 stekken.
En toch, toch drie runs ervan, want het eigenlijk niet verwacht. Nee. Het gekke is wel dat het vanaf één hengel komt, maar des te blijer ben ik dat het run on run deed. Wat een man, hè? Wat een man. Nou jongens, het is eigenlijk best wel mooi. Eigenlijk is het een beetje oneerlijk, maar het telt toch. Want ik had echt een goede reeks. Ik had 3 sessies achter elkaar 20 gevangen. En nu dus weer. Maar wel een chitters hengel. Vindt u niet leuk? Maar hij telt. 10,7 kilo. Mooie visie. Doe er even een brouwduimpje voor omhoog. En dan heb je volgende week natuurlijk weer een nieuwe video. Dan gaan we regen. Zo. Goedemorgen jongens. Dit was het richtje die het 3 keer deed vannacht. 1 losse op gehad, waarschijnlijk zat er gewoon verkeerd geraakt, want de tweede vis zat ook weer prima geraakt en bleef ook hangen. Zoals je ziet, kreeftenkuis is echt nodig geweest. De bol is geen bol meer, maar een beetje, ja, in de vorm van het kous. Dus ja, anders hadden we waarschijnlijk niet al die 3 die vissen gevangen. En we hebben er ook 2 gevangen. Ja, dat is waar. 3 runs gehad. En ja, voor de rest niet te gek. Gewoon een simpel onderlijntje, een klein beetje poetie. En de werking van poetie, dat wil ik nog wel uitleggen. Als een vis die haken pakt, dan gaat die haak gelijk in de goede positie staan omdat die poetie op de grond blijft liggen. Eigenlijk gebeurt elke keer deze beweging. En dan gelijk voor het inhaken staat het perfect. Dus dat is eigenlijk de reden dat wij poetie op onze onderlijn doen. En dan is er wel een onderrip gehakt. Daarom. Dat bewijs maar weer. Lekker man. Nou jongens, inmiddels een uurtje of 10:30. We moeten beide aan de studie. We wilden eigenlijk om 9 uur opruimen. Maar we zijn dus nu al bezig. Vond je de video nou leuk? Doe een duimpje omhoog. We zijn lekker bezig dit jaar. We vangen dikke vis, veel vis. En grote vis. Grote vis en we vissen veel. Dus blijf zeker op de hoogte. Abonneer je hieronder. Het is gratis en voor niks. Elke week dinsdag 3:30 een video. Volg ons gelijk ook even op Instagram. En Facebook. En de groetjes. Ciao!